Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op zondag 21 oktober. Op De satellietfoto is zo ochtends vroeg weinig te zien, maar er is veel bewolking boven Nederland. En die wolkenvelden die houden we vandaag toch wel. Toch kan de zon ook af en toe doorbreken. De meeste zon die verwachten we in het zuiden van het land. Vanochtend is het zo'n 7 graden in het zuiden en in het noorden 11 tot 12 graden. En vanmiddag wordt het 15 of 16 graden. Ook dan dus de verdeling van veel wolkenvelden in het noorden en in het zuiden de meeste zon. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend zwak. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe en de temperatuur die daalt naar zo'n 10 tot 12 graden. En vannacht valt er dan van tijd tot tijd regen. Morgenochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg en vanuit het westen wordt het dan droog en klaart het steeds meer op. Smiddels dus wordt het 12 tot 13 graden bij een matige wind uit het noorden. Aan zee kan de wind af en toe vrij krachtig zijn. De dagen erna blijft het vrij bewolkt weer, met zo nu en dan ook een spatje regen. De temperatuur ligt tussen de 13 en 15 graden. Vooral dinsdag en woensdag waait dit ook stevig uit het noordwesten. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zondag.